Welkom. Vandaag zijn we boven de Lake Manyara National Park op een hoogvlakte. En op die hoogvlakte wordt zeer veel begraast. En wat ik vandaag wil laten zien is erosie. Erosie van de bovenste bodemlaag, de topsoil noemen ze het hier. En als die begrazing te groot is, te groot wordt en er worden veel geiten over het gebied gestuurd om te eten. Die trekken ook vaak de wortels eruit. Dan bij de eerste de beste regenbui, dan zie je dat de aarde, de grond, niet meer wordt vastgehouden door die planten en wegspoelt. En hiervan kunnen we een heel mooi voorbeeld zien hier. Dus dat wil ik je even laten zien en ik zal wat commentaar geven tijdens het filmen. Dus, wat we hier zien is een beek. Is een beek. En je ziet dat in die beek... De beek is enorm uitgegraven, maar je ziet hier verder ook nog op de kant van de beek. Dit gaat allemaal wegspoelen. En ook als we naar de overkant kijken, je ziet hier heel veel kale vlakte van overbegrazing door met name geiten. Dat is erg, erg jammer, want die bovenste bodemlaag is het vruchtbaarst. En ja, als je die een keer kwijt bent, dan duurt het dus heel lang voordat er weer voordat er weer goed nieuwe gewassen kunnen groeien. Goed, tot zover. Bodemerosie.